Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update na de eerste wedstrijd. De eerste oefenwedstrijd hier in Druten. Die werd zaterdagavond gespeeld. Het was snikheet. Het was afzien voor spelers en voor staf op de bank. En ook voor de mensen daaromheen. Dus er moest in ieder geval voldoende gedronken worden. En dat gebeurde ook wel. En het werd uiteindelijk toch wel een spektakelstuk. Want het werd 0-15 voor NEC. En natuurlijk keken we met veel interesse naar die nieuwe spelers. Zoals onder andere Mees Hoedemakers. Ja. Hij scoorde maar liefst 3 keer. Kijk, en hier maakt hij ook nog een doelpunt. En natuurlijk naar die nieuwe spits, de Japanner, Koki. Hij begon op de bank, maar uiteindelijk ging hij toch spelen. En hij maakte er ook 3. Kijk, hier ook nog een doelpunt van Koki. En Pedro Marques, die maakte er uiteindelijk 4 doelpunten. En zo waren er nog een aantal spelers die een hoop doelpunten bij elkaar sprokkelden. En de eindstand dus op 0-15 bracht hier voor NEC. Ja, en dan vraag je even aan de trainer. Wat zegt zo'n wedstrijd eigenlijk? En ja, vooral die hitte. Het was warm. Ja, het is aparte omstandigheden. Bijzonder warm. Maar uiteindelijk, prima eerste wedstrijd, hè. Mooi een aantal doelpunten gemaakt en iedereen fit gebleven, dat is belangrijk. Nee, want zo'n wedstrijd zegt natuurlijk niet zo heel erg veel. Jullie willen ook eigenlijk liever een niveautje hoger spelen. Hoe ga je dan naar zo'n wedstrijd toe? Ja, gewoon serieus. We hebben de hele week getraind en de dingen die we getraind hebben, die probeer je terug te laten komen. Daarnaast, wat ik al zeg, zit er ook een fysiek aspect aan de wedstrijd. Dat hoort gewoon bij het vak van voetballen zijn en daar moet je gewoon op een goede manier mee omgaan. En dat hebben ze volgens mij denk ik gedaan, ook gezien de omstandigheden. Ja, en dan gaan we nu weer trainen naar RKC. En Koki, die speelde ook even, maakt 3 doelpunten. Hoe kijk je terug op zijn wedstrijd? Ja, goed. Ik denk dat het knap is. Hij heeft eigenlijk pas de 2,5 training meegedaan. Als je ziet hoe hij al geïntegreerd is in het elftal, speelt goed mee. En je ziet dat hij kan voetballen. En je ziet ook dat het een persoonlijkheid is die graag samenspeelt. En dat is wel prettig. Ik vond Mees Hoedemakers ook positief opvallen. Ja, volgens mij had hij ook een hat-trick, denk ik. En heel veel naar voren gespeeld, heel vaak in de 16 gekomen. Dus ja, dat was mooi om te zien. En wat dat betreft zijn er best wel wat dingen waar we tevreden mee zijn en mee verder kunnen. Ja, want dat zei hij ook, hè? Dat wilde hier bij NEC ook meer laten zien. Hè? Meer ook naar voren. Dat is iets wat je ook mist op middenveld, hè? Nou ja, de dynamiek verandert als je dat soort spelers hebt. En je ziet ook dat hij naar voren en achter kan blijven lopen. Nou, maakt een paar doelpunten, dus ja, dat is mooi. En het is een mooi begin. Nu de rust opzoeken van het trainingskamp? Ja, ik weet niet wat het weer wordt, maar in Nijmegen kunnen we ook lekker rustig trainen. Maar het is wel leuk om met z'n allen even op pad te gaan. Ja, Rogier Meijer kan zich dus gaan voorbereiden met zijn mannen op de echte serieuze wedstrijd, oefenwedstrijd die eraan zit te komen aanstaande zaterdag tegen RKC. Die wedstrijd is uit en ze gaan nog even een paar dagen lekker op trainingskamp. En dan Dirk Proper, ja, op het middenveld. Hij kreeg daar versterking van Mees Hoedemakers, speelde de wedstrijd bijna helemaal. En zijn naam gaat ook nog steeds rond, hè, dat er toch wel clubs interesse in hem hebben. Hoe is het nu met Dirk? Maar fans genoeg in ieder geval. Korte vakantie volgens mij maar. Hè? Of hoe was hij eigenlijk? Ja, korte vakantie inderdaad. Nee, vrij snel weer begonnen met een beetje voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Dus korte vakantie, maar wel blij dat we nu weer begonnen zijn. Nou gaat er alweer een hele hoop natuurlijk los. Hè? We zijn weer begonnen, maar nog steeds gaat jouw naam elke keer rond. Wat is dat toch? Ja, nou, geen idee. Nee, het is uiteindelijk de voetbalwereld, hè? Dus namen worden genoemd. En, ja. En hoe serieus moeten we dat nemen? Hoe serieus moet je dat nemen? Ik denk, op dit moment zit ik gewoon in de voorbereiding bij NEC. En ik heb verlengd afgelopen seizoen met het idee dat ik hier gewoon nog sowieso een jaar ga voetballen. Dus dat is ook hoe het er nu voor staat. Ja, en dan is zo'n wedstrijd afgelopen en dan rent iedereen het veld op natuurlijk om even op handtekeningenjacht te gaan. Dat gebeurde op het veld, dat gebeurde ook nog even bij de kleedkamers. Ja, gaat het jongens. Zoals je net ook zag met Dirk, het was er in ieder geval gezellig druk. En dit was dan weer de NEC-update voor dit moment. Ze gaan even op trainingskamp. En dan de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen RKC uit in Waalwijk. De echte eerste serieuze tegenstander om te kijken waar NEC nu staat. Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws. Natuurlijk via mijn Twitter-account of Instagram. Volg me daar eventjes op. En wij zien je graag bij de volgende update. Tot dan. Ja, trainingskamp.